Hoi, ik ben Danielle en deze video gaat over het hart- en vaatstelsel. Bij het hart- en vaatstelsel draait alles om het vervoeren van bloed door ons lichaam. In dat bloed zit alles wat het lichaam nodig heeft: zuurstof, voedingsstoffen en het kan afvalstoffen afvoeren. Om dit te kunnen doen zitten er belangrijke cellen in ons bloed, waaronder de rode bloedcellen, witte bloedcellen en bloedplaatjes. Om dit bloed overal te laten komen is een pomp nodig: het hart. Dat is een holle spier die ervoor zorgt dat ons bloed altijd blijft stromen. En dus dat al onze cellen altijd worden voorzien van vers bloed. Als we het hart van binnen bekijken zien we vier ruimtes. De rechterboezem, de rechterkamer, de linkerboezem en de linkerkamer. Het bloed komt aan in de boezems, die we ook wel de atria noemen. Daarna wordt het naar de kamers gestuurd, oftewel de ventrikels. Hartkleppen zorgen ervoor dat al het bloed de goede kant op stroomt. Vervolgens zal het richting de bloedvaten gaan. De rechter harthelft pompt bloed naar de longen om zuurstof op te gaan nemen en de linker harthelft pompt het bloed naar de rest van het lichaam. Via deze bloedvaten komt het bloed dan terecht bij de cellen. De bloedvaten richting de cellen noemen we slagaders of ook wel arterieën. De bloedvaten bij de cellen noemen we haarvaten of ook wel capillaren. En daar is het nou allemaal om te doen. Het bloed komt aan bij de cel en zo kan die cel alles wat het nodig heeft uit het bloed halen en juist al het afval afgeven aan het bloed. Vervolgens zijn er nog de bloedvaten weer terug naar het hart, deze noemen we de aders, oftewel venen. Vanuit daar gaat het bloed richting de longen en weer terug naar het hart. En dan begint de cirkel weer opnieuw. Om door al deze bloedvaten te kunnen stromen heeft het bloed een zekere druk nodig: de bloeddruk. Elke keer als ons hart samentrekt en bloed in de bloedvaten pompt, wordt de bloeddruk eventjes hoger. En dan, als ons hart weer ontspant en vult met bloed, daalt de bloeddruk weer eventjes. Deze bloeddruk kunnen we meten. Meestal doen we dat om een bovenarm. Je krijgt dan twee getallen uit zo'n bloeddrukmeting. Bijvoorbeeld 120 over 80 mm kwik. Dat betekent dat de hoogste druk 120 is als het hart samentrekt. En de laagste druk 80 als het hart ontspant. Samen vertellen deze cijfers hoe gezond je bloeddruk is. Te laag is niet goed, maar te hoog is ook niet goed. Download nu ook de gratis actieve samenvatting en vul hem in, zo zal je deze stof nog beter onthouden. Bedankt voor het kijken.